Hi iedereen. Hi, ik ben net thuis en ik ben echt buiten adem. En ik heb nog steeds die mooie sticker op mijn hoofd. Zo vind je me zo sexy? Nee, hè? Nee, zou ik maar niet doen. Mijn haar zit echt niet. Ik heb net gefietst, ik heb de boodschap gedaan. En ik ga proberen jullie hier neer te zetten. Ja. Nou, ik heb even boodschap gedaan en terwijl ik deze zooi ga uitladen, ga ik even met jullie praten. Want ik heb echt weer gewoon even een dagelijks vlogje nu. Wat ik tegen jullie wil zeggen. Ik kan me zo ergeren. Waar ik vandaag weer over heb, is vandaag echt dat ik me gewoon naar erger. Ik heb eindelijk een keer een onderwerp. Ik was net dus aan het fietsen. Lala, ik heb een boodschap gedaan. Dus ik met die zware tas. Ja, ingewikkeld. Niet zwaar, niet ingewikkeld. Onhandige tas. Helemaal fietsen. Wind tegen, alles. Het zwaait trouwens best wel hard. Ik weet niet, ik zal de bank filmen. Kijk, het waait best wel hard. En nou stopt ik met waaien. Ja. Nou, weet je, het waait best wel hard. Dan ziet het bijna niet. Tuurlijk, als ik weer iets wil gaan filmen, dan zie je het weer niet. Maar, het waait best wel hard. En toen was ik, ik weet niet of sommige mensen van jullie Brandenvoort kennen. In Helmond. Maar daar fietsen ik dus. Want er was boodschap aan doen. En daar heb je allemaal van die rotondes. Nou, iedereen kent wel rotondes. Alleen net voor een rotonde heb je, dus best wel drukke rotondes, niet zomaar rotonde. Maar net voor die rotonde heb je soort van parallelwegjes en dan fietsen echt een heleboel kinderen. Volgens mij was het een school uit of zo. En die kinderen die fietsen echt met z'n acht langs elkaar. En ik denk dat die in groep 8 zaten, eerste, tweede, weet ik veel. In ieder geval, het was echt gewoon, het waren niet van die kindjes van 5 of zo, nee. En ik had echt zoiets van, jongens, ik ga echt niet op de parallelwegjes fietsen. Ik fiets dan wel gewoon over de weg, want het was op zich best wel rustig. En dan kan je zo het fietspad opschieten. En ik dacht, oh nee, dan zit ik met hun op het fietspad. En er staan van die haaientanden. En niet dat ik me altijd perfect aan de regels had, maar ik zag gewoon dat het fucking druk was. En dan van die haaientanden en dan komt het verkeer vanaf de rotonde. Je komt zo aan. Het verkeer komt vanaf de rotonde. Heb je hier weer een tussenstopje en dan komt het zo naar de rotonde toe. Dus in principe is het super makkelijk gericht. Dus je hoeft maar één kant op te kijken. Dus ik denk, ik wacht. Voor mij schiet echt nog 5 mensen net voor een auto. Ik denk, ik wacht. Die auto stopt al automatisch. Ik doe zo van, ja, rij maar door. En ik was toen al bijna 5 keer overreden door van die Mongolische fietsers. Sorry, ik kan er echt niet tegen. En toen, bij het volgende stukje dan net na komt ook, ik moest zeg maar rechtdoor, zo, wie. En dan heb je hier zo dat die rotonde zo verder gaat. En dan had je hier nog een soort van, ook eens een parallelwegje. En daar gingen al die fietsen zo op, echt voor mij langs mij afsnijden. Ik echt zo schreeuwen van, moeilijk hè? Verkeersregels, moeilijk hè, hand uitsteken. Ik had echt zoiets van, ja, jezus, doe normaal. Hallo, het was kei koud, dus, of ja, het was niet koud zo, maar de wind was kei scherp, dus ik had al moeite met mijn sturen. Want die tas is super, ja, daar brengt de stuur een onevenwicht. En ik was van, ja, sorry, maar niet dat ik altijd mijn hand uitsteek, maar wel als er maar andere mensen bij zijn. Ja, misschien als er één iemand bij is niet, maar weet je, ik had zoiets van, ja, sorry, doe even normaal. Dus daar kan ik absoluut niet tegen. Het is niet echt dat ik zo perfectionistisch ben en zo. Of perfect ben dat ik altijd mijn hand uitsteek of zo. Nee, maar ik kan er gewoon niet tegen als echt 10 mensen ineens gaan afsnijden. En gewoon zitten kletsen en een beetje zo fietsen. Zo la met achterlangs elkaar. Dat kan ik echt niet tegen. Ik had zoiets van, ja, een beetje respect hebben is ook niet zo moeilijk. Waar wil ik nog meer met jullie over hebben? Over namen. Ik wou het hebben met jullie over namen. Ik heb zelf een heel fotografisch geheugen. Of ja, niet heel fotografisch, maar wel gedeeltelijk fotografisch geheugen. En wat mij opvalt, en wat andere mensen opvalt, is dat ik een extreem goed gedetailleerd geheugen heb. Als ik, doordat ik fotografisch geheugen heb gehad, zeg maar, ik kan een verhaal in perfect detail navertellen. En dat is cool, denk ik. Maar met namen en verjaardagen en zo, weet je, het is gewoon dingen die ik onthoud zijn zo gecompliceerd.
Ik heb best wel moeite in principe met namen. En als je mensen net licht kent of zo. Maar ik link ze altijd aan mensen. Mijn buurjongen, die heet Jasper. Goed. Nee, in ieder geval boeien. En weet je, een ex van mij heet ook Jasper. En dan ga je dat naast elkaar leggen van... Ja, en dan ken ik ook nog iemand van het zeilen die ook Jasper heet. En nou zie ik gewoon overeenkomsten tussen je buurman Jasper en de Jasper van het zeilen. En dan denk ik echt van... Ja, dat klopt wel, ja. Maar dat is gewoon even grappig. En verjaardagen. Vandaag is vriendinnetje van mij jarig uit straat. Chill. Gefeliciteerd, chill. Als je dit ziet, als je dit niet ziet. Ook gefeliciteerd, chill. Maar ook een andere ex van mij is jarig. Ik leek alsof ik alleen maar over exen praat. Maar Rick is vandaag ook jarig. En dat is super kut. Want dat is super irritant. Want ik weet gewoon, die verjaardag onthoud ik. Omdat dan en vriendinnetje jarig is. En mijn ex. En weet je, het is gewoon... Ja, want mijn vriendin vind ik super leuk. Ik vraag echt, jee. En anders, ja, wat lekker weg, weet je. Want die heeft mij gewoon nare dingen aangedaan. En dat is gewoon... Maar wat ik dan niet onthoud, is dat gisteren, één dag voor mijn dingetjes. Want ik kom er nu ook achter van, oh ja, het is de 12e. Maar ik wist helemaal niet wanneer mijn nichtje jarig was. Die was dus gisteren jarig. Jee, mijn nichtje is gisteren 3 geworden. Maar ja, dat vind ik gewoon jammer. We delen zien wat ik gekocht heb. Ik had het vanavond gekeken, ja. Ik ga vanavond dingen kopen. Misschien neem ik jullie al mee de keuken in. Vandaag belt ook nog iemand van mee. Dus ik heb echt weer de laatste paar uur super druk. Ik moest heel snel boodschappen. Nee, ik moest eerst de was gaan doen. Ik glim als een spiegel. Ik moest eerst de was gaan doen. Meteen op de fiets springen, boodschappen doen. Blah. Snel, snel, snel. Nu heb ik even tijd om te filmen. Dadelijk belt iemand van mee. En dan moet ik daarna... koken, ongeveer. Want vanavond moet ik naar de reunie van de basisschool. Ja, dat even raar. Ja, dat is gewoon, daar kan ik niet zo goed tegen, maar dat ben ik nu aan het leren. Ik denk zelf dat ik wil zelf uitdagingen doen met koken en zo. Dat klinkt echt van, yo, maak even dit met dit mixen en kijk wat eruit komt. Nee, ik wil echt gewoon voor mezelf, ik ben allemaal recepten aan het opzoeken. Mijn favoriete site op dit moment is de Smulweb app. Dat is geen site, maar Smulweb is wel een site. Ik heb nou een Smulweb app. Dit is grappig. En dat is gewoon op dit moment even mijn favoriete app. Want dan kan je gewoon hoofdgerechten, voorgerechten, whatever. En je kan keukens kiezen en zo. Dus, ja... Ik had in mijn telefoon had ik een to-do list gemaakt, maar mijn telefoon ligt hier niet. Jee, goed, Celine. En ik ga Mexicaans eten maken. En ik ga spinazie maken. En die combinatie is ook echt... Maar ik heb gewoon wat dingetjes... Ik heb in de to-do list, heb ik... Dan kan je zo aanvinken. Heb ik een boodschappenlijstje gemaakt. Ik heb tacosaus gekocht. In hot, want we houden hier allemaal van pittig. Ik heb een zakje pitten gekocht. Want eigenlijk moesten er pijnboompitten. En ik hou ook heel erg van pijnboompitten. Maar voor 80 cent had je nou pittenmix. En in plaats van dat dan alleen maar pijnboompitten zijn. Want die waren 1,20 of zo. Zit hier ook zonnebloempitten in. En weet ik veel allemaal. Dus dat is... Weet je, dat gaat hier ook op. En zo'n klein zakje. En daar ga ik echt niet meer als een euro voor betalen hoor. Ben een gekke Henkie. Ik heb jeuk aan mijn been. Ik vel mijn nagels met mijn broek. En ik heb taco saus gekocht. Of taco kruiden gekocht. Hallo! Jij bent vroeg thuis? Ja. Oké. Okay. Ik heb tortilla chips gekocht. En dan gewoon ook de goedkoopste. Ik had zoiets van, ja, het zal wel. Ik heb spekreepjes gekocht. Ik heb spinazie gekocht. Want ja, ik ga dus Mexicaans maken. En ik ga een bepaalde spinazie
maken. Want ik hou van spinazie op zich, dus ja. En ik heb yoghurt gekocht voor mama van Optimal. Met appelkaneel. Dat had ze volgens mij nog nooit gehad. En ze vroeg of ik een toetje voor haar mee wou nemen. Dus dat heb ik gedaan. En ik wist dat ze van Optimal yoghurt hield. En anders krijg ik weer, ja, maar dat zit er veel vet in. En ik heb een beetje thee gekocht. Een beetje maar, want ik hou helemaal niet van thee of zo. En ik ga het even aan jullie laten zien. En ik heb er nu nog ingehouden. En eronder zetten alle handen, want dat vind ik ook leuk. Ja, ik heb me ingehouden. Ik heb me echt heel erg ingehouden bij de thee. Ik heb deze thee gekocht, omdat ik wel weet hoe die smaakte. Ik heb deze thee gekocht, omdat ik niet zonder deze thee kan. Dit is echt mijn favoriete thee en die begint op te raken en ik durf niet meer te drinken omdat die bijna op is. Ik heb deze thee gekocht, want deze vindt mama heel lekker. En ik ook. En die was net op. En ik heb deze thee gekocht. Meer voor mama. Want jawel. Ja, ik zat echt te twijfelen. Ja. Dus ik heb deze thee gekocht. Dus ik heb maar 4 pakjes thee gekocht. En die waren 1 euro per stuk of zo. Ja. Dus... dat beetje, ja. Leuk. Een beetje heel lange stilte. Leuk. Nou, ik ga daar ook nog mijn haren wassen. Dat moet ik ook nog doen. Dus, want ik roep ook al dagen. Eigenlijk best wel vies van mezelf. Bah. Kijk. Het is nog steeds rood. Ja, maar... weet je, dat wil ik ook nog wel zo houden, maar ik wil gewoon geen zwart haar meer. Dus. Ik ga jullie laten zien welke dingen dat is in mijn haar. Dat potje. Ik heb deze in mijn haar. Dat is waar we voor gebeld werden. Ik heb hier 3 potjes van besteld en deze ook naar mijn haar. Dark Tube. Ik ga nu naar beneden, want deze telefoon moet ik hebben. En ik heb mijn moeder nu aangenomen, dus sta ik op mijn moeder me. En dan ga ik dit uploaden. En dan tussen ga ik mijn haar wassen. En dan ga ik koken! Ja! Dat is lang, maar deze vlog duurt ook lang. En ik weet niet of jullie het interessant vonden. Maar ik had een onderwerp voor jullie. Geef me gewoon een duimpje naar een onderwerp had. Nee, oké. Doei en doei.